Van harte welkom bij de laatste aflevering van Geloofshelden. En ik hoop dat u en dat jij genoten hebt van deze serie. De geloofsheld van vanavond is een entrepreneur, een pionier en waaghals een durfval. En vooral iemand die een brandend hart heeft voor God. Op 17 mei in 1952 werd hij geboren in Apeldoorn en daar woont hij nog steeds. Hij ging met zijn ouders naar het leger des heils, speelde daar cornet. Maar op tienerleeftijd was hij liever bij de dreunende beats van de disco dan dat hij het lijflied van het leger des heils zong voorwaarts christenstrijders. In de disco leerde hij zijn jeugdliefde kennen. Ze trouwden, maar het ging mis. Op een gegeven moment werd hij haar ontrouw en zou haar verlaten. En dat bracht de verandering in zijn leven. Van een religie werd het een relatie met Jezus Christus. En dat komt zo duidelijk naar voren in het leven van onze geloofsheld. Hij werd onder andere ontvangen bij de Domeinen, onderdeel van het ministerie van Financiën. Maar ergens kroop het bloed waar het niet gaan kon. Hij wilde met de muziek bezig zijn, met christelijke muziek. En dat deed hij ook. Zo werd hij tv-producer bij de EO en maakte onder andere het programma Prinsen en Prinsessen. Maar nog dieper daar was het verlangen om met een christelijke televisiezender te beginnen. En dat deed hij ook, samen met zijn vrouw. Samen met Ans ging hij het avontuur aan. En dat mislukte falikant. Hij bleef achter met een miljoen schuld, met een leeg pand, met onbetaalde medewerkers. Maar dat heeft hij allemaal goed gemaakt. En daarom bewonder ik onze geloofsheld van vanavond. Want in 2005 begon wat inmiddels een begrip is in Nederland. Family 7, de christelijke familiezender. De zender zonder seks en geweld. De zender die 24 uur te zien is op de televisie en die goede televisie maakt. En daarom ben ik blij dat mijn gast van vanavond, de laatste in deze serie, de oprichter is, de motor en de bedenker van Family 7, Dolf van de Vecht. Kijk, hey, Family 7. Hartelijk welkom bij de familie van de Bos. Ja, helemaal goed. Dolf, leuk om jou te gast te hebben. Dankjewel. En heel bijzonder, want je zit in je eigen programma, op je eigen zender. Nee, ik zit in jouw programma. Maar het is jouw zender. Ik heb het al gezegd in mijn inleiding dat ik enorm respect en bewondering heb voor wat jij hebt gedaan. Het oprichten van een familiezender die bijna in heel Nederland te zien is. Maar ook over je bewogen leven. Ik noem jou een geloofsheld. Mm-hmm. Hoe noem je jezelf? Gewoon een simpele dienstknecht van God, denk ik. Ja. Ik kijk niet zo naar mezelf als een geloofsheld. Wie zijn jouw geloofshelden? Nehemia en Jozua uit de Bijbel. Waarom? Omdat ik daar heel veel van geleerd heb. Hoe God hun opdrachten geeft en vertelt hoe ze dingen moeten doen. En dat altijd uitkomt, ja. Als ze dat volgen. Het ontroert je. Ja, daar heb ik echt gewoon heel veel van geleerd. Ja. Ja. Want als we de Bijbel zien, dan zien we ook mensen die falen, die struikelen. Mm-hmm. En die God toch op een enorme manier wil gebruiken. Ja. Ook Jozua had zijn zwakke kanten, ook Nehemia had zijn zwakke kanten. Ja. Wat heb je het meest van Jozua geleerd? De verspieder, de man die het beloofde land mocht binnentrekken. Nou ja, met name dat, hij eigenlijk samen met Caleb, dus met 12 anderen eigenlijk, met z'n 12 gingen ze het beloofde land in en dan zijn er 10 die roepen van, ja, dit is onmogelijk, dit kan helemaal niet, dit is onlogisch dat we dit gaan doen, kijk eens wat een reuze. En zij met z'n tweeën zeggen van, ja, maar God heeft gesproken, dus als God zegt van, neem het land in, dan mogen wij het ontvangen. En dat vind ik wel prachtig. Ja. Toen jij begon met Family 7, toen zei half christelijk Nederland, dit is onmogelijk, dit is een mooie droom, maar het kan nooit gebeuren. Net als Jozua haakte ook een aantal mensen af, mm-hmm. Je stond er alleen voor.
Maar je bent doorgegaan. Wat was jouw drive? Vroeger had ik een drive. Toen ik niet opnieuw geboren was. Ik denk dat het nu meer een passie is en meer een roeping is. En ik zeg wel eens van, ja, als God zegt van dat je dingen moet doen, dan kan je het niet laten. Dan moet je het gewoon gaan doen. Nee, dus gewoon gehoorzaamheid, denk ik. Is dit helemaal God? Is dit helemaal gehoorzaamheid aan hem? Of zit er ook een stukje dolfijdelheid bij? Hadden we toevallig vanmorgen nog over, mijn vrouw en ik. Dat met Joshua en Caleb het land intrekken, zou je dus inderdaad kunnen zeggen van ja, nou goed, er is ook een stukje ijdelheid bij. Ja, weet ik eigenlijk niet. Vroeger zou ik echt gewoon gegaan zijn voor dingen. Ik ben daarin wel heel erg veranderd. Ik probeer gewoon te luisteren naar de stem van God. En soms moet je doorstappen, soms moet je wachten. Het is een heel spel van... Ja, uiteindelijk wel een stukje ervaring wat je krijgt, denk ik. Ja, maar jij lijkt me meer het type van met God doorstappen. Mm-hmm. Dan zeggen, nou Heere God, ik vind het ook wel goed om even te wachten. Of? Ja, ik wacht heel vaak. Ja? Ja, toch wel. Vind je dat niet moeilijk? Ja, dat is soms heel lastig. Soms zou je gewoon je eigen tempo willen gaan. Maar daar waar ik vroeger doordreef en voor alle 10 problemen wel een oplossing had, weet je wel, heb ik nu vaak zo van, oké, als er dingen... Ik wil geen deuren meer forceren. Dus ik ga absoluut geen deur forceren als die niet echt open is. Dus dat is wel iets wat ik heel erg geleerd heb in de afgelopen jaren. Dus. Maar, nou kom je bij Ziggo binnen of bij UPC. Mm-hmm. Dat zijn enorme conglomeraten waar het gaat om geld te verdienen. Ja. Je gaat aan de tafel zitten, je gaat uitleggen, dit ben ik. Ik ben Dolf van de Vecht, ik heb een 24 uur christelijk station, daar kijken we zelf vreemd aan. Wat gaat er dan door je heen? Voel je dat God naast je zit, onzichtbaar, en je helpt? Ja, ik bid altijd voordat ik een gebouw binnen ga. Ik zeg van, als u nou voor mij uitgaat, en dan bent u er al voordat ik er kom, dan is het goed. Dus dan ga ik zitten en praat. Het is natuurlijk sowieso een miracle dat het gebeurd is, want we hadden helemaal niks, we hadden alleen maar een plan. Als je dat nu zou doen, met een plan komen, dan wordt het heel lastig. Maar we hadden geen programma's, we hadden geen geld en we hadden geen apparatuur, geen uitzendapparatuur. Het enige wat ik had als producer overgehouden was een studio met wat camera's enzovoorts. Maar dat was het dan ook, weet je wel. Dus het is eigenlijk gewoon onbegrijpelijk dat het heeft kunnen gebeuren. Maar daarom zeg ik, het is niet mijn werk, het is echt het werk van de Heer. Ja, soms zullen deuren ook dicht blijven bij zenders. Wat doe je dan? Loop je dan 7 keer om het gebouw in? Ja, in de hoop dat het, al 5 jaar lang bidden, zoals we voor een bepaalde kabelaar hebben gedaan. En er was 1 persoon die wilde ons absoluut niet doorgeven. En nou ja, ik dacht van het beste wat ik voor die man kan bidden is dat hij promotie krijgt buiten de deur. Dan zeg ik denk hem. En uiteindelijk heeft hij dat ook gekregen. En in hetzelfde weekend dat ik dat hoorde, werden we gebeld van kunnen we praten? Ja, dus... Heel veel wonderen rond Family 7, maar daar komen we straks nog op terug in dit gesprek. Ik had het al over je geloofshelden uit de Bijbel. Was je vader een geloofsheld voor je? Man van het leger des Heils, je moeder ook? Mijn moeder vooral. Die is officier in het leger des Heils geweest. Mijn vader heb ik eigenlijk gewoon niet gekend. Mijn vader was uit mijn leven verdwenen toen ik 4 was. Is dat erg? Achteraf gezien wel. Op dat moment dan vind je het alleen maar lastig. Zeker als je opgroeit en op de lagere school zit en mensen zien op de deur een andere naam staan dan jij hebt. Dat is alleen maar lastig. Het was in die tijd natuurlijk heel lastig. Dat is nu natuurlijk heel anders. Maar, dus ik heb het altijd als heel lastig ervaren. En uiteindelijk, terugkijkend, ja, dan zeg ik van ja, je mist natuurlijk een vader. Je mist het voorbeeld, je mist... zeg maar een goede vaderlijke opvoeding. Maar ik zeg er ook altijd bij, eigenlijk mis je ook een moeder. Omdat je moeder moet vader en moeder tegelijk zijn. Ja. En dat bepaalt ook haar beeld. En dat is dus ook niet goed voor een kind zonder vader. En dan is die moeder krijgt een andere rol. En zo zou het dus niet moeten zijn. Want een moeder heeft een specifieke rol van God gekregen om moeder te zijn. Ik heb het nog nooit zo horen vertellen, maar dat is inderdaad wel zo. Nou, zo heb ik het wel gaan zien. Ja. K-
krijg je dan ook een vertekend vaderbeeld van God? Want daar wordt in de christelijke wereld heel dierbaar over gesproken. God is je vader. Hij is Abba, hij het vaderhart van God. Maar is dat dan moeilijker? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. Voor mij is die eigenlijk alles tegelijk. Mijn vriend, mijn helper. Eigenlijk al de namen die God heeft, die kom ik regelmatig tegen in mijn leven. Hè. Als ik op hem moet vertrouwen, dan moet ik op hem vertrouwen. Maar dan is hij ook als een rots om op te vertrouwen, weet je wel. Dus, dat is een ontdekkingsreis geweest in je leven. Want ja, als tiener werd je door je moeder meegenomen naar het leger. Dat is een vrolijke bedoeling met veel muziek. Ja. En blijde liederen, je speelde daar cornet. Ja. Maar je ging toch liever als tiener naar de disco. Die klanken vond je leuker dan de andere klanken. Ja, op een gegeven moment, je groeit op met andere lui in je buurt enzovoort. En op een gegeven moment had ik dat wel gezien. Dit wil ik dus gewoon niet meer. En ik wilde gewoon wat meer gaan verkennen en rondkijken enzovoort. Dus ik heb toen gezegd tegen mijn moeder van, ik wil het echt niet meer. Zei ze van, dan moet je dat zelf maar gaan zeggen. Nou ja, dat vond ik niet zo'n heel probleem. Ik denk dat ik een jaar of 14, 15 was of zo. En toen mocht je het zelf gaan zeggen tegen de legerleiding? Ja. En wat zei je? Dat ik gewoon wilde stoppen. Ja. Het punt is ook dat ik kende natuurlijk alle verhalen van de Bijbel wel, want die leer je daar wel, maar ik kende Jezus niet. Dus het was ook niet zo moeilijk om dan afscheid te nemen, want je bent eigenlijk gewoon verstandelijk bezig, maar verder stelt het dan ook niet heel veel voor. In de disco ben je verliefd op een hervormd meisje? Ja, dus moest ik... moest ik niet, maar ging ik mee naar catechisatie en zo. Want ja, dat zit er dan toch wel ingebakken. Je wilt God ook niet loslaten, want je bent daar toch mee opgegroeid. En dat wilde ik eigenlijk ook niet. Dus dat was wel een heel logische stap om mee te gaan naar de hervormde kerk. Ik moest vandaag gedoopt worden natuurlijk. Dan heb je het allemaal over dingen van de kerk, maar ik wil iets horen over Ans. Ja. Wat trok je in haar? Wat mij in haar trok? Ze reed altijd langs in een... ik werkte toen bij de bank en daar woonde zij vlakbij. En ze reed altijd langs in een rood lakjasje. en toen kwam ik haar tegen in de disco, dus dat was eigenlijk gelijk... Liefde op het eerste gezicht? Jawel, zeker. Ja. Ja. Dus dat rode lakjasje werd voor jou een groen licht? Voortuurlijk. Ja, ze zegt, ik ben kleurenblind een beetje, maar goed, die kleuren zie ik dan wel. Dan trouw je, dan beloof je elkaar trouw. Ja. Dat is een diepe belofte. Mm-hmm. Dat heb je ook nog gedaan in de kerk, voor God, voor de anderen. Mm. En als het dan wat verder in je leven is, dan gaat het mis. Wat ging je mis? Ja, dat komt omdat je, tenminste, kijk... In mijn beleving was God eigenlijk gewoon niet aanwezig. Dus ik kende de verhalen van de Bijbel, zei ik net al. Maar het was allemaal in mijn hoofd. En dus de principes van God, daar doe je dan eigenlijk ook niks mee. Je gaat je leven en ontstaan van allerlei situaties. En daar ga je dan in mee zonder dat je daar enig gewetensbezwaren van hebt. En totdat God in zo'n situatie ingrijpt en zegt van... Wat gebeurde, hè? Je was van plan om je vrouw Hans te verlaten. Je werd er ontrouw. Je had al een appartementje op het oog. Dat zijn geen kleine dingen. Nee, dat waren ook geen kleine dingen. En uiteindelijk was er iemand in mijn omgeving die zei van... Vergeet nou je vrouw en je kinderen en ga nou eerst eens God gehoorzaam zijn. En dat vond ik zo apart... Daar heb ik 3 dagen mee rondgelopen, van hè, wat betekent dit, weet je wel, God gehoorzaam zijn. En het was wel frappant, want het gebeurde nadat ik in Zuid-Afrika was geweest op het Christian Artist Music Seminar met wat artiesten. En daar had ik eigenlijk al wel het idee dat God met mij bezig was. Dus het is een hele aparte sfeer En dus eigenlijk was dit een vervolgstap. En toen dacht ik van gehoorzaam zijn. En uiteindelijk heb ik gezegd van God, als u dit bent, dan zal ik u gehoorzaam zijn. Dat moet je eigenlijk nooit tegen God zeggen, want als je hem wat belooft, moet je dat ook doen. Ja. Maar het kwam wel uit de grond van mijn hart. En dat was eigenlijk voor mij het punt van wedergeboorte, waardoor ik een hele andere kijk op het leven kreeg. Waardoor ik mijn ogen geopend werden, mijn oren geopend werden en mijn hart veranderde.
En zoals mijn vrouw wel eens zei in die tijd, van ik heb een andere man gekregen. Want kun je nog herinneren wat je tegen je vrouw zei toen je weer bij haar terugkwam? En vrouw, wil je... Nou, ik heb natuurlijk vergeving gevraagd. Ik denk dat dat... Dat klinkt zo makkelijk. Ja, ik denk dat dat niet gemakkelijk is. Want ik merk heel veel mensen... Ik heb net een verzoeningsproject gedaan in Rwanda vanwege de genocide. En daar... zei ik nog op camera van, in Nederland praten we heel makkelijk over excuses maken. En dat is eigenlijk toch een stukje makkelijker dan vergeving vragen. Want dat is toch een stap die verder gaat dan sorry zeggen. We hebben in Nederland een sorry-cultuur en we gaan weer verder. Maar ik denk dat vergeving alles te maken heeft met wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Het geldt ook voor mij, hè, dat als ik andere mensen moet vergeven en ik doe dat niet, ja, dan denk ik van, wie ben ik dat ik dat niet doe? Omdat God mij alles vergeven heeft en overal zand over heeft gedaan en het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dat is een punt geweest waarbij God gezegd heeft van, hey, we gaan een nieuwe start maken. Dus wie ben ik dat ik dat een ander niet zou doen? Weet je wel, dus daar heb ik wel heel erg van geleerd. En ja, ik was ook een vrije mens op dat moment. Ik was ook vergeven. Ik weet ook dat ik door God was vergeven, weet je wel. Ja, dat geloof ik graag. Maar dan is er ook nog een omgeving, hè? Ja. Zelfs als je vrouw zegt, joh, ik vergeef je, ik ben voor je blijven bidden. Ik hou nog steeds van je. Dan is er ook een omgeving die zegt, hey, daar is Dolf van de Vechten. Jongen die christelijke dingen doet. Maar tegelijkertijd ook dit heeft geleverd. Dus ik hoef hem niet meer. Ja, ik ben ook best wel vrienden kwijtgeraakt in die periode. Kon je dat begrijpen? Ja, natuurlijk kan ik dat begrijpen. Maar het had ook met te maken dat mijn leven zeg maar 90 graden of 180 graden omdraaide. Ja. Dat is logisch. Hoe leef jij je leven als christen? We komen straks nog bij Family 7 terecht, maar je bent altijd heel druk geweest. Hm. Ik heb je ook een periode in je leven meegemaakt. De drukke man met die wapperende manen, die bijna nooit tijd had en die van alles altijd bedacht. Uh-huh. Maar hoe heb jij een relatie met God? Nou ja, ik probeer eigenlijk de hele dag wel door met de Heer te praten. En ik begin de dag niet met de krant, maar met de Bijbel. Dan is er altijd wel een woord wat God zegt, wat hij spreekt en wat me aanspreekt. Wat uit het woord van God heeft jou ooit het meest geraakt? Of een bijbelgedeelte? Nou, er kwam ooit iemand mijn kamer binnen toen ik nog ontvanger der domeinen was. Mooie naam, hè? Ja, prachtige titel. Ik was ook de laatste die hem had. Daar is er nou ook niemand meer gekomen. Want voordat die man die kamer binnenkomt, wat is een ontvanger bij domeinen? Ontvanger, nou, domeinen is die zorgt voor alle goederen van de staat. Hè. Dus die is de beheerder daarvan. En de ontvanger was verantwoordelijk voor het hele financiële apparaat van domeinen. En dat was ik. Dus een topfunctie. Ja, dat was een redelijke... Goed betaald? Goed betaald, zeker. Je had nog eens minister kunnen worden? Ik vraag me nu wel eens af, van als ik nou bij de overheid was gebleven, van wat was er dan gebeurd? Maar ik zou geen dag meer terug willen. Nee. Die man die kwam mijn kamer binnen en die zei van, joh, lees Psalm 20. Daar staat, ik vertrouw niet op paarden en wagens, maar ik vertrouw op de Heer, mijn God. Dit is denk ik al wel, misschien wel 20 jaar geleden, dat gebeurde iets langer, denk ik zelfs. Maar voor mij heb ik die tekst gewoon heel erg eigen gemaakt. En ik denk dat het ook bij mij past. Dat ik hem ook niet zomaar heb gekregen. Maar het heeft alles te maken met het feit dat, kijk, ik heb moeten leren op God te vertrouwen toen ik met muzikanten in Afrika was of in Azië was. Toen had ik in ieder geval geen creditcard. Ik had toen geen mobiele telefoon en ik had ook mijn wegenwachtpasje niet bij me. Snap je? Dus dan kom je in situaties waar ik vroeger van alles geregeld zou hebben, voordat ik opnieuw geboren was, om dingen naar mijn hand te zetten. En daar leerde ik dat ik gewoon niets naar mijn hand kon zetten. Ik kon niks regelen met mijn creditcard, ik kon niks regelen met een mobiele telefoon en ik had de wegenwachtpas ook niet bij me. Dus dan kun je eigenlijk alleen maar één ding doen en dat is gaan bidden. En daar moest ik leren om op God te vertrouwen dat als je bidt, dat hij antwoordt. Nou, daar heb ik vaak in dat soort landen heb ik zo de meest mooie wonderen gezien van gebedsverhoring. Dat
ik ook niet meer kon ontkennen dat God een machtig God is, dat hij je helpt en dat als je hem aanroept, zoals in Jeremia 33 vers 3, het telefoonnummer van God zeg ik altijd, zo mooi staat, roep mij toch aan en ik zal je antwoorden en ik zal je grote ondergrondelijke dingen vertellen waarvan je geen weet hebt. En nou ja, goed, ik heb zoveel situaties meegemaakt dat ik hem aan geroepen heb, dat hij geantwoord heeft en dat hij dingen heeft laten zien die ik nooit had kunnen bedenken. Noem eens een paar van die voorbeelden. Het is niet mijn droom. Misschien dat het Gods droom voor mij is, dat zou kunnen, maar ik geloof dat God mensen roept. En met een droom, als ik een droom heb, kan ik heel veel dingen waarmaken en ik kan erachteraan lopen. En dingen, maar dan weet ik niet zeker of ik dan in de wil van God ben. Nou ja, goed, ik heb zoveel situaties meegemaakt dat ik hem aan geroepen heb, dat hij geantwoord heeft en dat hij dingen heeft laten zien die ik nooit had kunnen bedenken. Noem eens een paar van die voorbeelden. Oh, hoe lang heb je? Ik kan de vragen aan de directeur van Family 7 City of het 2 uur mag duren, de uitzending. Ja. Nou, wij waren bijvoorbeeld met een team in Manila, met een muziekteam. En dat was voor jeugd met opdracht. En we zouden van Manila met de bus naar Baguio gaan. Ik had in het voortraject gezegd, jongens, hebben jullie de kaartjes allemaal geregeld? Want dan, daar ben je dan wel weer producer voor of manager van de band in dat moment. En dat was voor elkaar. Wij komen op de busstation aan en er was niets geregeld. Nou ja, wij riepen natuurlijk halleluja. Ja. En nou, ik met veel bravoer als Europeaan, langer, ik ben niet zo heel lang, maar toch langer dan de meeste Filipijnen, naar dat loket toe om kaartjes te kopen, want dat is wat je dan doet. Hè? Je gaat dan gewoon kaartjes kopen. En die meneer die zegt tegen mij van, ziet u al die mensen hier? Die willen allemaal naar Baguio en het is vakantietijd en er gaan maar een paar bussen vandaag, dus ik denk niet dat u wegkomt. Nou, ik natuurlijk met veel bravoure, allerlei verhalen. Ja, we hebben een concert vanavond en lekker belangrijk doen, weet je wel. Nou, wat ik ook praatte, niets werkte uit. Helemaal niets. Ik heb dat een paar keer door die mensenmassa heen gelopen. En nou ja, ik zei van jongens, laten we gaan bidden. Want als we niet gaan bidden, als God niet wat bijzonders doet, ja, dan zitten we vanavond in Manila in plaats van Baguio. Dan hebben we gewoon vrij vandaag. Nou, dus we zijn als team gaan bidden. En ik loop de zoveelste keer loop ik door de mensenmassa heen naar het loket. En gaande word ik dus stilgehouden door iemand. En ik denk dat, in mijn herinnering was het een man, maar het was zo verbouwereerd dat ik ben ook wel wat van kwijtgeraakt. Maar, en die man zegt van, ik heb hier 7 kaartjes, heeft u daar wat aan? Dat was precies het aantal wat ik nodig had om in de bus te komen. En ik weet niet meer of ik hem betaald heb of wat dan ook, maar ik weet dat ik op een gegeven moment met de hele groep in de bus zat met instrumenten op schoot en opgepropt als sardientjes. En we zijn naar Baguio gegaan en we hebben daar het concert kunnen doen. Nou, dat staat voor mij zo helder voor de geest van dat God daar zo nadrukkelijk heeft ingegrepen in die situatie. Ja, maar ook bij grensovergangen, als we spullen hadden meegenomen voor weeshuizen in India bijvoorbeeld. En Ben Ketting was daar toen bij, die had toen heel veel van die knuffels geregeld. En wij door de douane heen moeten en ik allemaal cassettes van de jongens in de koffers heb mee. Je weet, India evangeliseren was in die tijd sowieso heel lastig. En die man die voelt bijna met zijn handen over die cassettes heen en ziet helemaal niks. En wij mogen door, weet je wel. En dat soort, ja, dat soort stappen en dat versterkt je geloof en dat versterkt ook je vertrouwen. Ik zeg ook altijd, je moet vertrouwen leren. Deze vertrouwen waas, die vertrouwen paarden maar. Ja, maar je moet het wel leren. Ja. En de Heer heeft mij laten leren door kleine stapjes te maken, door dit soort momentjes die op dat moment ook heel groot zijn. Maar daardoor heb ik leren te vertrouwen op God. Want ik ga er dan maar vanuit van als hij het toen deed, waarom zou hij het dan nu niet doen? Nee. Weet je wel? Dus als hij het vandaag kan doen, kan hij het morgen ook doen. En een van mijn lijfspreuken is van nou,
ik maak mij gewoon geen zorgen meer over de dag van morgen. Dat is ook een duidelijke Bijbeltekst natuurlijk, in Matthäus. Omdat God voor de dag van morgen zorgt. En ik kan mij nu wel zorgen maken voor morgen. Maar ik weet niet welk wonder hij morgen voor mij gaat doen. Dus wat heeft voor zin? Maar als er nu een rekening op de mat valt van een ton, dan zeg jij, ik maak me geen zorgen. Ja. Want God zorgt. Nou ja, dat in je inleiding al aan, dat op een gegeven moment lag er geen rekening van een ton, maar een miljoen. Gelukkig van in guldens en niet in euro's. En je zei ook van dat ik dat heb opgelost, maar ik heb dat niet opgelost. Ik claim die eer ook nooit zelf, omdat ik dat niet op kan lossen. Ik kan niet zomaar een miljoen neerleggen uiteindelijk. En er is een opeenstapeling van wondertjes gebeurd, waardoor opeens, of in ieder geval in een paar jaar, die hele miljoen als een berg in zee is gevallen. Maar dat is ook een belofte die God geeft. Als wij ergens tegenop kijken als een berg, dan laat hij die berg in zee vallen. Ons geloof is als een mosterdzaadje. Sommige mensen denken, ja, je moet zo'n geloof hebben. Die blazen dat helemaal op en dat wordt ook wel gepredikt. Maar ik geloof dat je een geloof van een mosterdzaadje moet hebben om een berg in zee te laten vallen en niet andersom. Prachtig verhaal, want ik zou slapeloze nachten hebben. Ook al geloof ik net zo hartelijk als jou in God, als ik met een miljoen schuld zou achterblijven. Dat was toen jij een droom had om iets voor God te doen. Maar God liet het mislukken. Waarom? Ja. Want wat wil je? Dat is ook weer zo'n term die je nu gebruikt. Ik geloof niet in dromen. Het is niet mijn droom. Misschien dat het Gods droom voor mij is. Dat zou kunnen. Maar ik geloof dat God mensen roept. En met een droom, als ik een droom heb, kan ik heel veel dingen waarmaken. En ik kan erachteraan lopen. Maar dan weet ik niet zeker of ik dan in de wil van God ben. Dus ik probeer het soort de term dromen altijd te vermijden, omdat het een dubbele bodem kan hebben. Ik geloof dat God een plan heeft met het leven van de mens. En hij stippelt dat uit. Als ik nu terugkijk op mijn leven, ontvanger door de mijne, manager van artiesten geweest, naast mijn werk, maar ook zeg maar andere banen die ik heb gehad, dan zie ik nu dat, terwijl ik niet met God bezig was, dat God al lang met mij bezig was, voordat ik opnieuw geboren werd, bepaalde hij al welke stappen ik moest nemen in mijn leven. Dat kan ik nu zien natuurlijk, ik kan er makkelijk over praten nu, maar dat is wel de lijn die ik nu zie. Dat eigenlijk alles wat ik gedaan heb, alles wat ik geleerd heb, alles wat ik fout heb gedaan, waar ik van heb kunnen leren, dat gebruikt God precies in de situatie waar ik nu ben. De wijsheid die ik door situaties heen heb gekregen, heb ik nu nodig in de functie die ik nu heb. En dus ja, het is een leiding van God in jouw leven. En dat is niet, daar ben ik helemaal niet speciaal in. Daar was Jozua niet speciaal in, daar was David niet speciaal in, Nehemia niet. God roept gewoon mensen, hij werkt door mensen heen en hij wil iedereen op zijn manier, zijn en haar manier gebruiken. Dus dat kan een kijker zijn vandaag die kijkt en die zegt van, heer, wat is nou het doel van mijn leven? Waarom heeft u mij nou... En dat zou elk mens zich moeten afvragen. En ik heb me dat afgevraagd. En ik geloof nu dat, ja, toen God tegen mij zei, toen ik ontvanger der domeinen was, er is een moment gekomen om hier afscheid te nemen, was dat ook een heel duidelijk moment. Ik weet ook zeker dat ik gewoon mijn baan moest opzeggen. En natuurlijk waren er heel veel mensen om ons heen die mijn vrouw en mij zeiden van, joh, jullie zijn gek geworden. Je hebt een goede baan en dan ga je zomaar al de schepen achter je verbranden. Maar in de eerste plaats waren we daar samen één in. Ja, anders had je dat nooit kunnen doen. Dus dat is al een bevestiging. En daarnaast werd het bevestigd door mensen om ons heen. Die zeiden van, nou, wij geloven inderdaad dat het een goede stap is. En het ministerie van Financiën hielp daar nog een stapje mee. En uiteindelijk zijn we over die brug gelopen. En ja, zijn we, zeg maar... Ik wist helemaal niet dat ik met tv iets zou gaan doen. Ik wist dat God mij riep voor zending. Wist ik veel, precies wat. Het enige stapje wat ik wist was Barcelona 1992, waar wij elkaar ook nog ontmoet hebben. Met Nelly Coleman. Ja, Nelly Coleman, onder andere. Geweldig. Die de Bijbel meedroeg in haar sporttas. Kampioenen werd daar, precies, op de 100 meter. Ik was vorige maand nog in het stadion eventjes. Ja. En toen moest ik nog even aan haar denken dat zij daar inderdaad gelopen had. Ja. En dat wij daar stonden in een interview met Jeff Fountain, de man van Romke, die in een van de vorige afleveringen zat. Dus
Dat was het enige wat ik wist. God riep mij, maar hij liet maar zo'n klein stukje zien. En weet je, ik ben zo blij dat hij niet het hele plaatje heeft laten zien. Want dan had ik gezegd, nou, dank u wel, maar die weg ga ik niet. Dat is te zwaar, te veel, te lang. Als ik had geweten wat er allemaal langs zou komen, ja, dan had ik die besluiten nooit genomen. Dus het is maar goed dat God maar nooit... Maar toch, denk ik, Dolf, als ik je mag onderbreken, ja, dat er mensen zijn die zeggen, wat die man allemaal vertelt, daar ben ik nou stikjaloers op. Kon ik nou ook maar zo leven in afhankelijkheid, in vertrouwen, in de dag van morgen ligt in Gods hand. En hier zit er ook eentje. Ja, ik weet niet of dat een speciaal talent is dan. Nee, maar ik denk dat het voor iedere mens is. Als God zegt tegen in zijn woord, dan spreekt hij niet alleen tegen mij, dan spreekt hij tegen de hele wereld. Van, maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En wat zijn wij als mensen bezig om ons gewoon de hele dag zorgen te maken over van alles wat over ons heen kan komen en wat misschien in de toekomst kan gebeuren enzovoorts. Wij moeten gewoon vandaag met de Heer bezig zijn. En ook al als er mensen kijken die ziek zijn, dan weet je, God is getrouw. En als wij bij hem aan blijven kloppen, dan gaat hij net zoals dat die weduwe dat op een gegeven moment deed, zeggen van, ja, nou moet ik misschien toch maar eens antwoord geven. Want anders slaat die weduwe me straks nog in het gezicht, weet je wel, dat die rechter dat zegt. En ik denk dat wij, zeg maar, een relatie met God moeten ontwikkelen die zo persoonlijk is dat je in je hart weet dat je rust en vrede hebt over zaken. En dan kan het niet zijn dat je je zorgen maakt, zeker niet over geld. Want ik geloof dat geld voor God nooit, maar dan ook nooit een probleem is. Hij zegt, al het goud en het zilver is van mij. Dus waarom zouden we ons over geld zorgen maken? En dat kan ik zeggen, omdat ik gezien heb dat God bergen van geld in zee heeft laten vallen. Weet je wel, de schulden zijn weggegaan en hij heeft daarvoor gezorgd dat we door konden. Hoe kun je een zender beginnen zonder geld, zonder spullen? Het is zijn werk geweest, weet je wel. Hij heeft de weg geopend. Ik maak een sprong in de tijd. Het is 2005. Ik mag niet zeggen je droom. Ik zal zeggen je passie, ja, of je hobby, of je visie komt uit. Want je begint de televisiezender Family 7. Hmm. Waarom die naam, Family 7? Nou, we waren natuurlijk al een hele tijd bezig onder de naam ETV, Evangelische Televisie. En hadden in Utrecht lokale uitzendingen, in Apeldoorn lokale uitzendingen. En hier en daar, ik geloof in Veenendaal de hele tijd. Maar met die naam, daar kwamen we eigenlijk bij die kabelaars niet binnen. Dat, op de een of andere manier werkte dat niet. En toen zei mijn vrouw, Ans, die zei van, je zou eigenlijk een paard van Troje moeten hebben om binnen te komen. En toen zei ik van, nou, dan weet ik wel wat de paard van Troje moet zijn. Dan moet het een familiezender zijn, noemen we het Family. En de zeven erbij is symboliseert dat het gezin, het huisgezin van God is. Dus zo is Family 7 eigenlijk geboren. Wat leuk dat God ook nog 7 dagen in de week heeft geschapen. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat kan ook. Dat hoort erbij. Ja. We zenden ook 7 dagen in de week uit. Dus. Dan begin je die zender. En dan zeggen mensen, ja, maar waarom begint Family 7? Want we hebben een evangelische omroep, we hebben de NCV, we hebben de KRO, we hebben het ICON, we hebben de Zendheid voor Kerken. Is dat nou nodig, zo'n zender? Ja, dat hebben heel veel mensen gezegd. Ja. Misschien zeggen er nog wel mensen dat van... dat klopt, maar het was 1996... Kijk, ik vertelde al, ik ben heel veel met muzikanten op pad geweest. En heel vaak was het, en misschien was jij dat ook nog wel toen je een muziekprogramma deed, dat ik werd gebeld in het buitenland om kort heel even op Radio 3 een interview te geven. Toen hadden we nog de gospeluurtjes daar enzovoort. En ik was een keer in het EO-gebouw aan het werk voor Prinsessen. En op een gegeven moment realiseerde ik mij dat daar waar ik... waar we vroeger altijd kostmuziek op mainstream radio hadden, op Radio 3, dat helemaal weg was. En ik heb toen de Heer gevraagd van, Heer, als dat nu op radio gebeurt, in 96, hè, dat was, televisie was toen helemaal geen sprake van dat de EO geen moeilijke recentheid of moeilijk het evangelie weg zou kunnen zetten via de netmanagers. Gaat dat dan ook met tv gebeuren? Nou, we leven nu hoeveel verder? Heel veel jaren verder. 14 jaar. Ja, en
Uiteindelijk in 1996 maakte de Heer mij duidelijk dat dat inderdaad zou gebeuren. Ergens in mijn hart werd dat bevestigd. En toen ben ik dus gewoon gaan rondkijken van ja, wat moet je dan doen om straks toch nog het evangelie op televisie en radio verder te krijgen en door te zetten. En nou, een publieke omroep was natuurlijk geen optie, omdat je dan onder hetzelfde regime van die netmanagers komt en dan gewoon geen kant uit kan. Als de enige optie was een licentie aanvragen voor commerciële omroep. En dat hebben we in 1996 al gedaan. Toen heeft het zeg maar heel lang geduurd, tot 2005, voordat we uiteindelijk definitief konden uitzenden. Want op het moment dat ik de licentie aanvroeg, leek het wel of alle deuren sloten. Het was, en ik heb daar ook van geleerd, omdat God soms dingen zegt, soms dingen duidelijk maakt, op enig moment. Maar die pas voor veel, veel later in je leven van toepassing zijn. Dus, nou ja, goed, we hebben een hele lastige periode gehad. En je zou dus inderdaad dan denken van, ja, maar hier heb ik het allemaal goed begrepen en dergelijke. Maar ja, dat gevoel dat ik, die urgentie, die was er toch, dat ik dat moest doen. Dus uiteindelijk, ja, als producent, ik was toen producent van Prins en Prinses en heel veel andere programma's, stopte opeens al mijn programma's. Niet dat de EO daar nou opeens weet van had van, nou, die Dolf die wil naast, die wil ons gaan beconcurreren of zo. Want ik werkte voor verschillende afdelingen en het zou te veel van het goede zijn geweest dat er alles zou stoppen. Dat heeft niks met de EO te maken, maar volgens mij veel meer met de hemelsgewesten. En maar uiteindelijk, ja, dat was heel lastig, want ik had heel veel mensen in dienst. En wij draaiden als productiebedrijf redelijk goed. En opeens stopt dan alles. En je gaat er wel vanuit in het bedrijf van, nou ja, je gaat niet op de top investeren enzovoorts. Maar je probeert de helft. Maar ja, dan komt er helemaal niks meer binnen in enig jaar. Ja, dan heb je een probleem. Dus dat was een hele lastige periode. En daar moest ik ook weer van leren dat de Heer zei in die periode twee dingen tegen mij. Als ik mijn Bijbel las, dan waren er altijd twee zaken die overeind bleven. Dat was wacht op mij en vlucht niet naar Egypte. En dat Egypte had te maken met dat ik werd wel regelmatig uitgedaagd, ook door mijn collega's toen, van nou, waarom ga je geen bedrijfsfilms maken en dat soort dingen enzovoort. En ik zei steeds van ja, maar daar ben ik niet voor geroepen. Ik ben niet geroepen om mijn boterham te winnen als God tegen mij heeft uitgehaald uit een situatie van een goede betaalde baan. Ja. Ik heb het niet gezocht, dan moet hij ook voor mij zorgen. Dus dat leek me ook heel logisch. Maar ja, dat duurde dus wel een hele tijd. En uiteindelijk heeft dat gewoon een heel jaar geduurd. Waardoor ik mijn pand moest verkopen en van alles. We hadden natuurlijk geïnvesteerd in apparatuur enzovoorts. Nou, als ik nu bedenk wat daar allemaal gebeurd is in die periode, in dat jaar 1997, dat we op 3 bankrekeningen gewoon ruim een ton rood stonden. Dat kun je nou niet meer bedenken, dat mogelijk is. Nou ja, goed, uiteindelijk eind 97 zaten Hans en ik alleen nog in het pand. We hadden het nog niet verkocht. Er was niemand meer. En we zeiden van ja, wat nu? Weet je wel, geen opdrachten, helemaal niks. Geen geld. We durfden niet meer naar de bank om geld op te halen. Want ja, dat kon ook niet. Maar we zagen wel dat hij ervoor zag. Hè? Dat was soms maar een heel klein beetje. En soms leefden we van een tientje in de week. Zeg dat nog eens? Zeg dat nog eens. Soms leefden we van een tientje in een week. Maar op de een of andere manier was het altijd, of er stond weer een doos met eten achter de deur, of het gebeurde dat er geld in de bus lag, of wat dan ook. Op de een of andere manier konden we steeds altijd nog weer door. En dat was begin 1998, ik denk eind van januari of zo. En opeens kwamen de opdrachten weer binnen. Ik kreeg een nieuwe serie Prins en Prinsessen, wat daarna nog jarenlang heeft doorgelopen. Ja. Ik ben met andere producties bezig gegaan. En twee documentaires die al heel lang op de plank lagen bij de directie van de EO toen, die werden opeens wel uitgezonden. Dus daar kreeg ik geld voor. En we konden ons pand verkopen. En zo is er een opstapeling van zaken geweest. En ik kan het niet verklaren, maar ja, de heer zal daar wel een prachtige redenering voor hebben. 7 dagen per week, 24 uur per dag lang christelijke televisie, mm-hmm. maar dan ook echt christelijke mm-hmm. televisie. Is dat een opgave, Dolf?
Nou, het is niet makkelijk, maar met een geweldig team kun je bergen verzetten. Ja. En ja, dat is geweldig. Deze berg valt niet in de zee? Ja, misschien moet hij ook wel eens een keer in de zee vallen, maar... ik bedoel, je kan nooit precies weten wat er komt. Hè? Ik bedoel, de boom kan de ene kant opvallen en de andere kant opvallen. Maar ook al zou er nog weer zo'n berg in zee gaan vallen op de een of andere manier, of dat je tegen problemen aanloopt, ik denk wel dat dat Gods plan, wat voor stormen er ook komen, dat God zijn plan doortrekt. Hè? En, dus ik zeg niet van dat het niet mis kan gaan of wat dan ook. Het enige wat ik doe op dit moment kijken van wat ik moet doen en dat doen we. En ik geloof dat er groei in zit en ik denk dat we nog heel veel mooie dingen kunnen doen in Nederland. En Nederland heeft het ook nodig. Ja. Je gaat heel veel mensen achterna met de camera om hen te laten vertellen wie hij is. Mm-hmm. Hem hoef je niet na te lopen met de camera, want hij is er altijd. Hij is erbij. Hij is erbij. Ja. En dat lijkt me geweldig. Ons glas is bijna leeg. Ja. Ons gesprek is voorbij. Dolf, ik vind het geweldig wat je doet. En ik denk dat ik namens heel veel kijkers spreek. Ik doe dit als vrijwilliger. Dat vind ik fijn om te mogen doen voor Family 7. Dat jouw geloof zal vinden voor... We hebben ook gehoord door hoeveel moeilijkheden je bent heen gegaan. Maar dat je een rotsvast vertrouwen hebt in God. Die datgene waar maakt in je leven waar je voor geroepen bent. En dankjewel. Wij nemen afscheid. Dit was de laatste aflevering van Geloofshelden. En heel persoonlijk. Ik vond het ongelooflijk fijn om dit te mogen doen. Hier zo bij mij thuis als vrijwilliger. Een prachtig team. Een prachtige zender. En misschien wordt het niet van mij gevraagd. En misschien vind je het ook niet fijn. Maar ik zou toch willen zeggen. Help met z'n allen om het mogelijk te maken. Dat veel meer mensen Family 7 gaan zien. Dat we nog mooiere programma's kunnen maken. Dus steun Family 7. En wij hopen misschien op een volgende serie Geloofshelden. Want er zijn er nog heel veel in Nederland. Trouwe kijkers, bedankt. En God zegen.